Alleen de watertoren stond hier ook. Die was vroeger allemaal duin. Mijn opa was een wijkenzeeër. Dus een mooi stroopgebied was hier ook. Er zat een bergknijn. En zo doen ze. Ja, en hij was toen gek op een borreltje ook natuurlijk. Is hij hier gebleven natuurlijk. Mijn opa die woonde hier bovenop de dijk. En die is geboren in 1888 in Egmond. Toen die haven hier gebouwd werd, zijn die hier naartoe gekomen. Mijn vader kwam uit Breskens. Nou, wij zeggen Breskens. Ja, die waren natuurlijk in Muiden komen wonen vanwege dat het hier beter ging als in Zeeland. Waar geld te verdienen was, gingen ze heen natuurlijk. Ga er maar heen. Netjes, hoor. Toen nou die hoop zand legt, dat was de Bruggenbuurt. En dat was weer gewoon, laten we zeggen, natuur. En dan had je een kale vlakte tot die keitaar. En dan kreeg je weer zo'n Bruggenbuurt. Verder had je niks van mijn duin. Maar er zijn natuurlijk allemaal toeristen aan boord. Nou, en die mensen gingen altijd zo die kaart daarop. En die waren veel bezopen, die Denen, Finnen. En dan gingen wij daar natuurlijk ook heen natuurlijk, om schetten te vragen, geld te vragen natuurlijk. Toen had Hoogovens dus behoefte aan veel werklui. Die kwamen met een bus en met een heel PR-team naar de stad Leeuwarden. En wij gingen dus verhuizen naar Holland, want zo noemden mijn ouders dat. Mijn geboorteplek is het oude dorp Velzen, het gedeelte wat nu afgebroken is. Mijn vader had daar een schildersbedrijf, wat hij al van zijn vader overgenomen had. En ja, dat was een plek die er nu niet meer is. Het kanaal was belangrijk natuurlijk. De schepen moesten hier weer komen in Amsterdam, want het lag op zijn kont. Maar wat dat allemaal niet voortgebracht heeft eigenlijk, uit Muiden voor Amsterdam. Ons had het gewoon 10 keer niks geworden gewoon. Want die schepen kwamen er niet meer. Zodoende.